Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Madelisa en ik ga jullie laten zien wat ik eet op een dag. Het is 6 januari, dus mijn doel, zoals ongeveer de helft van Nederland, is afvallen. Het is echt heel veel bijgekomen, de laatste maand nog. En ik moest eigenlijk gewoon afvallen. Dus ik ga niet laten zien wat de macro's ongeveer zijn, want het is echt voor iedereen persoonlijk. Er zijn linkjes en calculators genoeg te vinden op het internet om te bedenken wat jij moet eten. Ik hou het bij in mijn fitnessspel. En ik ga gewoon zien wat ik ongeveer eet, zodat je inspiratie kan opdoen. Of misschien motivatie van, dat moet ik ook doen. Want het is nu natuurlijk 6 januari en ik ben op 1 januari te weegschaal gaan staan. En eigenlijk pas weer vanaf 4 januari structureel, omdat ik dacht, het verschil daartussen is eigenlijk niet aan mij. Het is eigenlijk gewoon puur maaginhoud dat gewoon minder wordt. En vochtafdrijving, omdat je gewoon weer normaal gaat eten. En sinds eigenlijk 1 januari ben ik 2,5 kilo al afgevallen. Dus heel veel daarvan is gewoon vocht. Maar we zijn niet op de goede weg. Ik denk dat ik dit gewoon regelmatig ga doen om ook mezelf een beetje accountable te houden. Het is nu bijna 8 uur. We hebben een wat rustigere start van de dag. Het is natuurlijk deze week nog thuisschool. En school is voor ons aan nog wel 20 minuten rijden. Dus we kunnen wat rustiger aandoen. Nu we het gewoon aan de eettafel gaan doen. Kindjes hebben nu hun boterham. En ik heb mijn eten klaargemaakt, mijn ontbijtje. Dus ik ga zo laten zien wat dat is. Voordat we gaan beginnen wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om mijn weight journey te bijhouden en te bekijken en te volgen. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Nou, dit is dan mijn ontbijtje. Dit is 1 cupje Nespresso cafeïnevrije koffie. Daar heb ik aangevuld met water en een schepje ijskoffie whey-proteïne van de Body & Fit. Aan schudden, dus dan heb je een soort van grote ijskoffie. Hij is niet echt koud, maar wel super lekker. Dan heb ik vitamine C, dat is natuurlijk gewoon antioxidant. Ik heb Angina Force, dat is weerstandsverhogend. Ik heb 5-HTP, dat is een beetje de voorloper van serotonine en melatonine. Ja, als je het gaat googlen, staat een vrouwelijke antidepressivum. Het is een beetje om te helpen om je hormonen in balans te houden om gelukkiger te zijn. Bah, niet, dan schaadt het niet. Vitamine D is natuurlijk tegen voor het zonlicht, voor je immuunsysteem, je spiertjes, bla. Zeker in de winter vind ik het altijd heel fijn. Dit is mijn vitamine K, dat helpt met de opname van vitamine D. Eigenlijk moet je dat ook met vet doen, maar anders moet ik dat s'avonds doen en dan vergeet ik hem vaak. Vitamine K is ook goed voor de bloedstolling in je hart en vaten en dat soort dingetjes. 5-HTP heb ik wel gehad. Vitamine B is natuurlijk voor het geheugen, de concentratie enzovoorts. Ik ben bijna klaar, schatje. Dit is spirulina. Spirulina is heel goed voor energie, ontstekingsremmend, ook antioxidant. En dit is curcuma, dat is ook ontstekingsremmend. En ze zeggen nu zelfs dat dat natuurlijk gewoon met corona en alles, dat het ook heel goed werkt. Ja, schatje. Nou, deze heb ik al op de grond laten vallen. Oh, heb je die een keer op de grond laten vallen? Nee, zo eentje. Zo eentje lag een keer op de grond. Ze zijn heel doorzichtig. En als ze eenmaal op de grond liggen, dan kan je ze bijna niet meer zien. Ja, ik voelde hem. Jij voelde hem. Het. En gelukkig had Boris hem niet op. Gelukkig, Brooke to the rescue. Maar al met al, dat ziet er een beetje uit als een vloeibare maaltijd. Gewoon een shake en een vitamine C en wat pilletjes. Maar ik zit er echt wel heel erg vol. Want het is natuurlijk bijna 25 gram eiwit in of zo. Dus het vult in ieder geval heel erg goed. En heel vaak heb ik niks meer nodig dan de lunch. Soms neem ik wel nog een ochtendsnackje, maar als het zo is, dan ga je dat zo zien. Best nog wel trek naar mijn salade. Ik zat echt wel vol van de salade. Toen heb ik nog een kopje koffie gedaan. Dat heb ik niet op de vlog gezet, want het is koffie. En toen had ik echt vanaf een uur of zoiets van, ik zou eigenlijk wel wat lusten. Maar toen dacht ik, als ik dat nu doe, dan duurt het nog best wel lang voordat het avondeten is. En ik heb eigenlijk al alles al uitgepland. En hoewel het avondeten ook niet heel erg veel calorieën is, wou ik niet al nu al aan mijn snack beginnen. Want dan heb ik misschien voor het avondeten weer. Ik denk, ik kan weer wat eten. Dus ik kan mezelf afgesproken proberen het vol te houden tot 3:30.
Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk is het zo'n grote maaltijd, dat moet wel lukken. Omdat mijn avondmaaltijd wat minder is. Dus, Het is 90 gram kipspiesjes. Deze zijn van de Aldi, maar ik geloof dat ze van de Lidl ook hebben. Een hele paprika gele en 40 gram naturel hummus van de Aldi. Lekker. Ik heb echt zin in. Ik denk ook echt wel, dit is zoveel paprika. Dat ik hier wel tot over 2,5 uur vol van zit. Want het is nu iets over 3 en we gaan dan tussen 5:30 en 6 uur eten. Lekker. En het is alweer 5:10. Ik heb mijn haar opgeknopt en ik heb andere kleertjes aan. Want ik heb net gesport samen met de baby. Het was de Fitness for Beginners week 1, dag 6 van Jillian Michaels. Het valt super goed. Het is echt altijd maar 20 of 30 minuten. Nu was het 28. En je weet er wel van, maar het is niet dat ik denk, dying. Omdat motiveert niet om het de volgende keer nog niet te doen. Dus ik heb de volgende dag altijd wel een beetje spierpijn, maar niet heel erg. In ieder geval genoeg dat ik weer kan sporten. Dus ben ik heel blij, want bij Chloe Ting en zo was ik echt de volgende dagen, maar was ik echt gewoon kapot. En het duurde echt minimaal altijd een uur met warming up en cooling down. En dit is gewoon 30 minuten met warming up en cooling down. Dus het is toch even wat beginnersvriendelijker. Zeker aangezien ik heel erg lang geen vaste structuur heb gehad in de fitness. Maar goed. Ik ga nu dus aan het avondeten beginnen. En we eten aardappeltjes met worteltjes en dopertjes uit de pot. En deze, want ik koop geen aardappels eruit. Nee. Wij hebben altijd een zak met aardappels in de groene kast staan. En ik was op zoek en ik kan ze niet vinden. Dus ik dacht, die is vast en zeker opgemaakt bij de frietsnijden. Dus ik belde naar hem van, goh, waar ligt de sleutel van de schuur? Want dan heb ik gewoon een schuur van met aardappels. Ik zei, die heb ik op zak. Ik zei, nou, dan moet je toch eerder naar huis komen. Want ja, anders kan ik geen aardappels schillen. En die moet toch echt nog wel een kwartier koken. En ik wil toch echt gewoon op tijd gaan eten. We moeten ook weer op tijd naar bed. Dus maar goed, die komt zo met aardappeltjes dus. En ik heb deze vis er vanmiddag uitgehaald. Deze is van de Aldi, de Mostardille Pangracius. Ik heb normaal gesproken de gewone pangracius filet, ook gewoon van de Jumbo. Dus deze zijn zo goed als ontdooid. Kunnen we lekker opbakken. Oh my goodness. Logisch, er was de pannen klaar. Dus wij gaan even de tafel vastdekken. Dat als zo de aardappeltjes er zijn, dat we vrij snel kunnen beginnen. En dan is nog een kwestie van de vaatwasser uitruimen. En dan zijn we klaar. Wat zijn jullie nou weer aan het doen? Geen idee wat we gaan. Nee, ik heb het niet. Logan betaalt geen steentje voor het poortje. Oh, dat is niet leuk, hè Logan. Als jij het poortje doet, dan betalen wij ook allemaal onze steentjes. Maar ik word er niet klaar. En ik word er niet klaar. Dus ja, dat gaat voor mij het avondeten zijn. Ik heb daar wel een klein snackje, maar als ik het ga opeten, zal ik het laten zien bij mijn kopje koffie. Of voor mijn koffie. En dan heb ik ook nog een avondsnack. Echt. Dat is een tip van mij. Hey, iets achter me, jongens. Dat is echt wel een tip van mij. Op het moment dat je een beetje weet wanneer je het meeste honger hebt op een dag, dan je meeste calorieën inplannen. Ik ben zo iemand, ik ben echt een avondsnacker. Dus ik plan de grootste maaltijd richting de avond in. Zoals mijn tussenmiddagsnacken wil ik op te schuiven. Mijn avondeten dan. En dan. Een paar uur na mijn avondsnack. Zodat ik echt verzadigd naar mijn bed ga. Dan slaap je ook het lekkerst. Dus dat is een tip die ik ga je meenemen. Ik ga doen wat ik kan met het avondeten nu. Tot de aardappels te zijn. Het is ondertussen 9:10. En ik heb eigenlijk niet zoveel van honger. Ik heb best wel veel gegeten natuurlijk, aardappels, niet dat je het gezien hebt, maar goed. Ik heb best wel veel aardappels op en dop extra worteltjes en dat is pagasjes geleden. En ik had officieel nog havermout pap met een appel er doorheen en dan met een beetje kaneel. Maar ik denk dat ik alleen voor de appel ga, gewoon de hele havermout pap. Het klinkt een beetje veel. Dus dat eet ik nog op en dan ben ik klaar voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden, dit eetdagboekje. En dat je het inspiratie hebt opgedaan. Als dat zo is, geef jullie dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik ga meer video's maken. Omtrent mijn weight loss journey. En dan zie ik je in de volgende video. Dank voor het kijken. Doei doei.